Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van Weerplaza.nl. Het is vrij onstabiel in Europa met de meeste wolken boven België en Duitsland. En ook over het zuiden van Scandinavië is veel bewolking aanwezig. En de komende 24 uur hebben ze daar ook last van een aantal buien. Dat kunnen we goed zien op de bewegende beelden van de computer. Ook in de Alpen is het morgen vrij onstabiel. En in onze omgeving is het vrij rustig. Pas op vrijdag krijgen we te maken met een lage drukgebied en een storing die van het zuiden uit over ons land gaat trekken. Maar voor vanavond en vannacht blijft het nog droog. Er zijn opklaringen en vanavond daalt de temperatuur naar 11 graden. Vannacht staat er amper wind, dus kan er lokaal mist en nevel gaan ontstaan. En de temperatuur daalt landinwaarts naar 3 graden. Aan zee wordt het een graad of 6. Morgen in de vroege ochtenduren nog kans op mist of lokaal nevel. Verder geregeld zonneschijn, maar in de loop van de dag ook wat stapelwolken. En in het zuiden misschien ook een enkele bui met kans op onweer. Het is aangenaam warm met 14 tot 16 graden en daarbij staat weinig wind. Op vrijdag hebben we dan te maken met een storing met bewolking en regen. Het kan enige tijd regenen en de temperatuur komt in de middag uit tot 11 tot 14 graden. Zaterdag en in het weekend wordt het een stuk koeler, met op zondagmiddag hooguit 10 graden. Het is wisselend bewolkt met een aantal buien, maar soms breekt de zon ook af en toe door. En het waait ook flink. Ik ben Diana Woei van Weerplaza.nl.